Als u wint, dan heb ik nooit meer contact met Esmee en Teun ook niet. En dan bent u van ons af. En als ik win, dan mogen Esmee en Teun verkering krijgen. Hallo mensen op Potgrond, tof dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Ik ben Stefan en ik ben hier samen met Esmee. Hoi Esmeetje. Hey Peep. We gaan vandaag iets bijzonders doen. Als jullie de video van vorige week woensdag niet hebben gezien, check die dan eerst even in de beschrijving. Dat is de video waar Esmee het moest uitmaken met Teun van jouw vader, hè Esmee? Maar vond ik echt niet leuk. Nee, dat is echt niet leuk, hè? Dus, wat gaan we vandaag doen, Esmee? We gaan papa bellen. Ja, ik ga jouw vader bellen. En ik heb daar een hele mooie manier voor bedacht. Jullie gaan me echt haten voor dit. Sorry daarvoor alvast. Maar ga we gaan. Dat, babe. Daar kom je later wel achter, Esmee. Je gaat al meeluisteren. Ik ga jouw vader zo meteen bellen. Via een online programma hier zo. Dus jullie kunnen ook goed horen op opname. Jij kan het niet horen, Esmee. Tenzij je naar je vader toe gaat natuurlijk, maar ja. Maar Peef. Ja? Maakt me niet uit wat je eigenlijk zegt, maar ik wil wel weer Teun terug. Ja, snap ik wel. Waarom kan ik jij niet slaan? Ik ga dus proberen te zorgen dat Esmee en Teun weer verkeer met elkaar krijgen. En ik ga die vader proberen over te halen. Ik weet niet of dit gaat lukken. Ik wil jullie vragen om een dikke vette like achter te laten op deze video. Laten we voor de 1500 likes gaan. De 1500 likes moet mogelijk zijn, jongens. Dus laat allemaal even een like achter. Kleine moeite. En zoals je hier in beeld ziet, de screenshot, 60% van jullie is niet geabonneerd. Dat is best wel veel. Dus ik wil vragen of jullie alsjeblieft hier beneden willen abonneren op ons kanaal. 60%, dat is best veel, hè? Zo veel, Peef. Ja, dat is echt te veel eigenlijk, hè? Maar ik ben wel geabonneerd. Ja, heel goed. Goed zo, Esmeetje. Elke woensdag om 7 uur komt er een nieuwe Esmee-video. Dus zorg dat je er klaar voor bent. We gaan nu die vader bellen. Let op, dit wordt leuk. Hoop ik. Esmee, weet je het nummer uit je hoofd van je vader? Is dat met letters of cijfers? Met cijfers natuurlijk. Weet je het nummer? 06? Nee, niet de... Het zijn cijfers, Esmee. Oké, wacht even. Ik moet kijken op mijn papiertje. Ja, dat is goed. Ik heb het gevonden, Peef. Oké, zeg maar 06. 0. 0. 6. Ja, die heb ik al. 4. 4. 2 nulletjes op elkaar. 2 nulletjes op elkaar is een 8, ja. Ja, en de 6 op de kop. 9. Schiet al! 2. 2. En de 1. En de 1. En de... Oké, hij gaat over. Ik hoop dat hij op gaat nemen, Esmee. Ik ook. Hallo? Hallo. Hallo, u spreekt met Robert en Brink van All You Need Is Love. Hoi. Hallo, met wie spreek ik? Met Bart de Graaf. Hallo Bart, u zit binnen in de live-uitzending van All You Need Is Love, vindt u dat oké? Okay? Oh, je omvat me een beetje. Ja, is goed, ja. We zijn een programma aan het maken voor midden in de winter. En normaal is All You Need Is Love natuurlijk in de zomer. En dan gaan we altijd stellies bij elkaar brengen. Ik hoop dat u al bekend bent met het programma. Ja. En wij zijn nu een andere serie aan het maken, dat we voor jongere kinderen het ook mogelijk maken om liefde te vinden, zeg maar. Ik heb helemaal geen kinderen. Ik heb inderdaad 2 kinderen. Oké, dat is fijn om te horen, meneer. Want wij zijn gevraagd door uw dochter om contact op te nemen met u. Weet u misschien waarover het gaat? Nee. Nee. Ik heb van uw dochter het volgende verhaal te horen gekregen. Ze zit al bij ons ook in de studio. Hey. Op dit moment. We bellen ook tegelijkertijd met haar. Echt? Esmee, hou je mond. Haar kan je niet horen. En we hadden het verzoek gekregen dat ze een vriendje had gekregen, maar dan in een spelletje. Minecraft of zo heette dat. Ja, dat was... Teun heet die jongen. Dat was een fuckboy, hoe ze dat in het Nederlands noemen. Oké, maar Esmee is heel erg verliefd op die jongen. En wij vroegen ons af, waarom bent u er zo op tegen? Oh, sorry. Meneer, wat was dat?
Ga weg. Ja, het is blond. Lassie. Ik ben erop tegen, omdat ik dat geen goed voorbeeld vind. Je moet gewoon lekker buiten spelen met elkaar en niet op een blokkenspel zetten waar je... Maar die kinderen zijn heel erg verliefd, meneer, op elkaar. Waarom bent u er zo op tegen? Dat is toch zielig voor die kleine kinderen? Ja, omdat ik het niet wil. Klaar. Als jouw kinderen dat willen, is ja. Ze zijn toch gelukkig samen? Dat vertelt dus mee mij. Ja, dat weet ik allemaal niet, maar ik hou daar gewoon niet van. Dat is gewoon niet mijn wereld. Oh, oké. Okay. Maar hoe kunnen we dit dan oplossen? Want ze wil heel graag met Esmee samen zijn. Als je mij een cheque geeft van 1000 euro, nou, kunnen we geen kopen. Meneer, dat kunnen we natuurlijk niet waarmaken. Maar kom op, ze willen gewoon samen zijn, Bartje. Kom aan. Bartje? Van jou is het altijd Bart. Nee, sorry, dat gaat niet door. Er zijn 100.000 mensen die nu live kijken nu, meneer. En ze vinden het allemaal heel erg zielig. We krijgen allemaal sms-berichten binnen. Oké, maar Esmee en Teun zijn wel nog een beetje stiekem samen, hebben ze tegen mij gesteld. Nee, ik wil het gewoon niet. Nee, sorry, ik wil het gewoon niet. Trouwens, jij had jouw standier, ik had me heel erg. Dat kan niet, ik ben Robert de Brink. Dat kan misschien, omdat u vaak tv heeft gekeken. Je bent Stefan, hè? Stefan? Die ken ik niet. Nee, het was Steun, toch? Nee, Stefan. Hè? Pathologische leugenaar. Je bent van Stefan. Ja, ik heb je wel door. Met al die fake news en met fake telefoontjes. Hè? Oh my god, hij heeft opgehangen. Oh my god. Hij doet een pathologische leugenaar. Wat betekent dat? Nee? Moet je maar even googlen, Esmee, dat is lachen. Oké, Esmee, je vader vond het niet zo leuk zo te horen. Je hebt natuurlijk niet kunnen horen, maar je vader is niet heel erg blij mee. En hij had me uiteindelijk... Esmee? Door. Esmee? Oh shit, daar gaan we weer. Ja. Wacht even hoor. Esmee, ik heb net iemand aan de telefoon gehad. Genaamd Roberto nog wat. En die zei dat jij je hoofd vanaf is. Wat is allemaal aan de hand? Doe je peef. Heb je nou altijd contact met Stefan? Peef, wacht u even. Peef, ik ga even met de papa praten. Hallo, ja, praat met papa. Nee. Ja, jij zei dat praat met Stefan. Nou, dat heb je 1000 keer verteld. Wil je echt straf hebben of zo? Bob de Bauer. Nee, laat eens kijken. Met wie ben je allemaal op, hoe heet dat? Niet kijken! Teenspeak, wat is dat Teenspeak? Even kijken, Teenspeak. Eet je Stefan? Ja, je bent gewoon met Stefan. Oh shit. Nee, dat is een dier. Wacht hoor, ik kom er aan. Wacht. Geef me een momentje. Wat gaat hij doen, Esmee? Hij gaat naar zijn eigen computer, Peef. Ik denk dat we nu nog lang jarig zijn. Nee, je bent net jarig geweest inderdaad. Ja. Net 11, hè, Peef? Echt okay, een beetje. Maar wat gaan we eraan doen, Esmee? Ik plaat verf op school. Ja, boeit niet. Je vader komt, stop! Oh. Wat gaan we eraan doen? Je moet van winnen, Peef. Ik wil Teun. Wat winnen? Minecraft, gaan we Minecraft-wedstrijd doen? Wie is eerst diamonds vindt, zou ik dat tegen hem zeggen? Alsjeblieft, probeer alles wat je kan. Ik wil Teun gewoon. Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat het goed gaat komen. Ik ga zelfs naar Area 51 als het nodig is. Ik ga op zoek naar aliens als het moet. Komt goed. Eigenlijk ga ik gewoon een Minecraft-wedstrijd doen, maar het maakt niet uit. We snappen het hoor niet. Hoi, hallo meneer. Pa. Hallo. Hoi. Wat heb ik er al gezegd, Stefan? Hallo, sorry. Ik wil gewoon graag dat het goed komt tussen Esmee en Teun. Nee, dat gaat niet gebeuren. Esmee, wat lieg je thuis? Nee, je bent nog lang niet jarig. Nee, Esmee hoeft niet meer te huilen. Ik ben jarig geweest. Elke keer moet Esmee huilen daardoor. Ik mis Teun. Nee. Maar ik heb een goed idee om het misschien goed te kunnen maken. Heeft u nog werkend op de computer staan? Ook dat ik af en toe nog heb? Tuurlijk niet. Waarom niet? Wel waar, die Lane speelt daar vanochtend in Minecraft. Ja, ik heb het wel nog. Ja, zie je? Nu ben jij de pathologische leugenaar. Ja, af en toe speel ik er ook nog even. Ja, ik heb er nog erop staan. Oké, heeft u ooit al diamonds gevonden, meneer? Ja, en ik heb ook op die server gespeeld, Skyblock of zo. Ja. Ja, wat heeft dat toe te voegen dan? Ik wil niet Esmee afsluiten. Ik wil dat je nu je Minecraft op gaat starten, Bart. We gaan het uitvechten als Esmee, echte afsluiten. Mannen. Esmee? Afsluiten. Nee, Esmee moet erbij blijven. Dat komt goed. We laten ook een afspraak maken. Ik ben de baas, we maken de afspraak. Nee, ik ben de baas. Als ik win, dan stop jij met contact met Esmee. Nee, dan. Ik weet het anders gezegd. Als ik win, dan krijgen Esmee en Teun weer verkering. En als u wint,
dan gaan Esmee en Teun nooit meer samen zijn. Ja, en dan is de contact tussen jou en Esmee ook weg. Top. Nee, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Oké, okay, is goed. Deal. Babe! Esmee, het komt goed! Babe! Esmee, vertrouw op mij. I got this. Ik vertrouw je niet. Je gaat toch verliezen, babe. Nee, Esmee, gast. Mijn papa is zo goed, babe. Is hij goed in Minecraft? Gast, ik ben de beste Minecraft-speler van de wereld. Ik heb vorig jaar, Esmee, van 2018, heb ik Nederlands kampioen Minecrafter gewonnen. Luister, hij is goed in mijnen. Ja, oké, okay, we gaan een mijnwedstrijd doen, is goed, kom. We gaan de wedstrijd doen wie als eerste diamonds vindt. En degene die als eerste diamonds vindt, wint dus. Als u wint, dan heb ik nooit meer contact met Esmee en Teun ook niet. En dan bent u van ons af. En als ik win, dan mogen Esmee en Teun verkering krijgen. Goed idee. Mag ik nog iets laatste ding zeggen, P, voordat je de wedstrijd ingaat? Ja. Ik heb je altijd als stom gevonden. Oh! Goed zo, hè? Oké, bent u er klaar voor, meneer? Oh, ja. Oké, dan stel ik voor wie als eerste diamond vindt. En dan ga ik aftellen van 3, 2, 1, 0. Oké, okay, Esmee, jij blijft hier. Oh. Jij blijft hier, Esmee. Doei. Veel plezier. Oké, okay, wij gaan een wedstrijd doen wie eerst diamonds vindt. Die wint dus, ja, die wint de prijs. Die mag dus kiezen wat er gaat gebeuren. Heeft u ooit eerder gemijnd, meneer de Bartengraaf? Ja, tuurlijk. Dat is een van mijn specialiteiten. Oh, voor mij zitten we vlak bij elkaar, meneer. Ja, ik zie het. Hey. Waar is waar nou? Zitten de diamonds? Zal ik je één tip geven? Nee. Je zit nog veel lager, Diamonds. Ik zie ook weer wie de grootste Minecraft noob hier is, hoor. De grootste Minecraft noob heeft al bijna Diamonds. Ja? Ja. Heeft hij al bijna Diamonds? Ja, shit. Oh my god. Nee, 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 nee. Oh my god, nee. Nee. Oh my god. Mr. P. Nee! Oh my god. Heeft hij nu diamonds? Ah, ik had de diamonds. Nee! Maar dat kan helemaal niet. Nee, voor mij heeft u X-ray. U gebruikt hacks. X-ray, helemaal niet. Kijk nou! Hij is meer gebruik ik X-ray. Oh, dit is X-ray! Hij gebruikt het wel op die server met kaarten. Kijk, Stefan. Oh. Ik breng je ergens heen. Kijk, Stefan. Ik weet zo goed waar de diamonds zijn dat ik ze kan ruiken. Nee, je zit te cheaten! Kijk maar. Ik hoor hem ook helemaal niet zijn neus ophalen. Ja, kijk! Kijk. Je zit gewoon te cheaten! Oh, dat betekent dat ik heb gewonnen! Kijk naar pickaxe en kijk mijn pickaxe. Helemaal niet. Jawel, jij zit gewoon helemaal te cheaten, jongen. What the fuck denk jij? Oh, je voice is Dilly voice changer. Oh, wat denk jij helemaal? Gast, dat denk ik ook niet. Nee, dat maakt verder niet uit. Jawel, maar jij gebruikt X-ray. Jij hakt sneller. Dus in principe heb jij verloren. Nee, jij hebt ge-X-rayed. Eigenlijk heb jij verloren. Jij hebt gecheat. Oké, mag ik misschien bepalen? Ik kies voor Teun. Hoe gaan we dit ooit oplossen? Dat gaat niet gebeuren. Hoe gaan we dit ooit oplossen, jongens? Oh my god. Oh nee. Het is eerst diamonds. Dit is de pap. Esmee? Dit is de pap. Jij gaat niet meer met Teun. Dat kan niet. Het kan niet. Nee, je gaat niet meer met Teun. Nee, sorry, dat kan niet gebeuren. Nee. Ik ga wel met Teun. Nee. Oh. Je gaat niet met Teun. Dat is meedeel. Ik ga lasje halen. Ja, nee, je blijft hier zitten, jonge dame. Je bent nog lang niet jarig. Je bent nog lang niet jarig. Ik ga lasje halen en dan naar Teun toe rijden. Ik ga op lasje zitten als een paard. Asje, moet jij één keer doen, dan kom je nog lang niet jagen. Oh my god, ruzie, vriend. Nee, zeg maar stop tegen Stefan, dit is klaar, het gaat niet gebeuren. Ik kom met Stefan nog even, jij gaat nu afsluiten, ik praat even met Stefan apart. Dit is mijn leven, ik bepaal zelf wat ik wil. Esmee, je bent geen 18, dus ben ik jouw verantwoordelijkheden. Esmee, je gaat nu uitloggen, ik praat zelf met Stefan en dan lossen we dit op. Misschien op een goede manier, dat je toch met Teun mag spreken. Maar ik ga even met Stefan praten, oké? Oké. Ja, nu afsluiten. Ik kijk op 3. Ik wil Teun. Oké, komt goed, Esmee. Oké, Esmee is weg. Ik ga dus nu met die vader alleen praten. Hallo? Oh, hoi Bart. Esmee, weg. Blijven, weg, blijven even. Je gaat maar met naar los toe, oké? Je laat me even met rust. Doe dit. Oké. Stefan, ja. Nee, ik hoe gaan we dit oplossen? Want u heeft gecheat.
ik had dat net al eerder moeten doen. We speelden allebei niet eerlijk. Wat we gaan doen. Ik ga ervan zorgen dat jij geen contact meer hebt met Esme. Maar dat is niet eerlijk, want u heeft vals gespeeld. Nee, ik wil dat niet. We kunnen ook het volgende afspreken. Let op. Ik zou voortaan Esme niet meer pesten. Dat beloof ik. Dan bij deze bij u. Maar dan mogen Esme en Teun wel weer gewoon op Minecraft verkering hebben. Ze zullen elkaar nooit misschien in het echt zien. Misschien ooit later. Maar als er wordt gebeurd met Esme. Ik ben verantwoordelijk. U mag mij verantwoordelijk houden. We gaan nu een notaris erbij halen. En gaan we dat samen rondspreken. En als er wat gebeurt, krijg ik van jou 1 miljoen. Ja, dat is een deal. Afgesproken, 100%. Oké, dan regel jij de notaris. Ja, is goed. Oké, maar dan mogen zij dus wel weer met elkaar contact hebben. Ja, we gaan alles zwart op wit zetten. Dat gaat tussen ons twee. En dan gaan we gewoon notaris halen. Oh shit, voor de mensen die niet weten wat een notaris is iets waar je alles kan vastleggen. Een soort van contract, zeg maar. Oké, dan spreken we dat af, meneer Bart. Ja, ik ga eens mee naar de bar, hallo. Esme. Kom maar. Ja. Kom maar. Pak je die stoel even, kom eens naast me zitten. Ja. Oké, Esme. Hoort Esme mij? Ja. Esme. Wacht. Ja. Oké, horen jullie mij allebei? Ja. Oké, Esme, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb het geregeld met je vader. Yes, ik krijg ijs. Ijs? Wat? Okay. Nee. Nee, Esme. Teun, daar ging het om. Ja, Teun. Wij mogen gewoon weer lekker Minecraften met Teun ook samen. En ik ga voor de volgende keer een leuke verras voor jullie regelen. Maar ik heb voor nu heb ik een filmpje gekregen. En die is van Teun. En die wil graag wat tegen jou zeggen. Mag ik dat laten zien? Ja, maar ik wist wel dat jij zou winnen, want pap toch dom, hè? Ja, want ik gebruik nooit hacks natuurlijk. Ja, Ik doe niet aan hacken. Oké, ik ga even het filmpje aan jou laten zien. Jij is mee? Ja, even kijken. Oké, hier komt-ie. Hey, Esme. Ik mis het zo erg. Ik heb vannacht over jou gedroomd. En het was gezellig. Ik heb ook gewoon slechte cijfers gehad, omdat ik gewoon me niet kan concentreren. Ik mis heel erg. En ik hou veel van je. Evenveel als mijn geschiedenisboeken. Was het leuk? Dat vind ik zo lief. Nou, was heel lief hoor. Ja, hè? Ah, heel lief van Teun. Ik wil zo graag weer zien een kusje. Wat zeg je nou? Nee, niks van. Nee, oké, laten we afspreken dat ik voor volgende week even wat leuks voor jullie regel. Het gaat heel erg leuk worden. Is het een keertje goed afgelopen in de video waar de computer niet wordt uitgezet? Ja. En we hebben een soort van vrede met Bart. Toch, Bart? Gaan we Pokémon doen, Peef? Nee, nooit van mijn leven. Dat is zo stom. Oké, we gaan nu vandoor. Esme moet gaan slapen. Het is bijna 9:30. Esme gaat naar de school. Dus Esme, ga nu je bed in. Oké. Ja, pap. Samen doen ze tegen Stefan. Doei, Esmeetje. Doei, Peef. Oké. Esme is gaan slapen. Ik ga nu ook vandoor. Ik moet morgen weer werken bij Area 51. Oh, je werkt bij Area 51? Ja. Je werkt aan het Alien project. Dan mag je maar niet zeggen. Ik ga nu vandoor. Doei. Oké, dat is misschien iets leuk voor de volgende keer, jongens. Om daar weer onderzoek over te doen. Ik denk dat het een hele goede oplossing is geweest. Het is voor de eerste keer goed afgelopen. En ja, ik gebruik ook X-Ray. Alleen hoop ik dan niet dat hij deze video gaat zien. Anders heb ik wel echt een knijtertje groot probleem. Maar ja, hij heeft een soort van gehackt. Ik heb ook gecheat en ik heb ook X-Ray. Dus eigenlijk heb ik 2 keer vals gespeeld. Nou, 1 keer. Oepsie. Ik hoop niet dat hij het ooit gaat zien. Ik dacht, misschien is het leuk als hun de volgende keer of zo gaan trouwen. Dat ik een keer ga zorgen dat ze gaan trouwen, Esme en Teun. Binnenkort een keertje. Of misschien een soort Minecraft date. Laat jullie superleuke, grappige, domme, gekke Minecraft ideeën achter. Wat ik met Esme en Teun samen kan doen als verrassing voor de volgende keer. Laat het achter en dan kies ik het daar eentje van uit. Misschien is dat wel een heel goed idee. Dan wil ik jullie bedanken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dat een leuke video? Laat even een like achter. We gaan voor die 1500 likes. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. Zet even dat belletje aan als je dat nooit hebt gedaan. Eigenlijk zeg ik dat nooit. Zet gewoon eventjes dat belletje aan. Zou ik super tof vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!